Landschap schilderen. Dit heb je nodig: papier, verf, kwasten, een potje water, iets om je verf op te doen, een doekje om je kwast aan af te vegen en een kijkraampje. Stap 1. Kijk uit het raam. Wat voor weer is het? Wat voor licht zie je? Welke kleuren zie je? Welke sfeer geven die kleuren? Pak je kijkraam en kies een uitsnede. Komt de horizon hoog? Of laag. Hou je het raam ver weg of juist dichtbij. Laat je het bordje erin of eruit. Zo, zo ziet het er goed uit. Stap 2. Neem een lekkere grote kwast. De kwast die je hier ziet heet een spalter. Eerst schilder je de lucht boven de horizon, heel licht, in grote banen naar boven toe. Naar boven toe kan je het wat donkerder maken. Kleine foutjes kan je gewoon nog wegvegen. Je ziet dat er dan al wat diepte begint te ontstaan. Niet vergeten, voordat je met een andere kleur verder gaat, eerst even je kwast afspoelen. En droogmaken. Nu gaan we de onderkant schilderen. Je kan de horizon nog een beetje aanpassen als je wilt. Eerst weer met lichte, vergrijste kleuren voor de verte. Naar beneden toe, dichterbij dus, wordt het steeds iets donkerder. Bij ons is dat groen, want we zijn op het land bezig. De voorgrond is dan weer meer geel. Eigenlijk hebben we nog niet echt iets geschilderd, maar je kan toch al heel veel diepte zien. Alleen maar door kleur. Stap 3: neem een kleinere kwast. We gaan het landschap invullen. We beginnen weer bij de horizon, in dit geval een beetje een donkere bosrand. Maar alles in de verte is een beetje vergrijst, dus doe er vooral wat wit of blauw door. Maak het niet te precies. We schilderen steeds dichterbij. Het korenveld. De rand van het korenveld. En de voorgrond is een beetje zanderig. Stap 4. Nu gaan we de lucht invullen. We beginnen weer bij de horizon en werken naar boven. Alles wat ver weg is, is wat vager. Eerst wat kleine wolken, niet zo vast omlijnd. Naar boven toe komen ze dichterbij en worden ze steeds duidelijker en grover. Met echte klodders erin. Ze zijn nooit helemaal wit. Vooral aan de onderkant hebben ze wat schaduw. Neem af en toe wat afstand om te kijken of het al genoeg is. Stap 5. Nu gaan we op de voorgrond werken. Dat kan lekker grof en groot met flinke dikke verfklodders. Neem gewoon wat verf aan je kwast. Je kan ook op het papier of op je doek mengen. Hou het vooral grof. Op de voorgrond kun je donkere kleuren gebruiken, maar felle of warme kleuren doen het ook goed. Die komen allemaal naar voren toe. Schilder vooral niet te lang door en ook niet alles. Neem weer wat afstand. Moet er nog iets bij? Weet wanneer je moet stoppen. Als je klaar bent, neem dan even de tijd om te kijken wat je goed gelukt vindt en wat je de volgende keer anders wil doen. Kijk ook eens hoe Vincent het aanpakte. Zolang je maar wel je eigen gang blijft gaan, natuurlijk. Als je niet kan stoppen, probeer het dan eens met heel andere kleuren, alsof het vreselijk slecht weer is. Door veel te oefenen kom je verder. Net als Vincent.